Dag beste vrienden, vandaag 26 mei, woensdag, gedachtenis van heilige Filippus Neri. We gaan verder in de tocht met het woord van God in dat boek van Jezus Sirach. Een boek waaruit we heel veel parels van wijsheid kunnen ontvangen. En vandaag zien we een heel mooi gebed dat heel toepasselijk is voor ons leven en voor onze omstandigheid. Nu vragen we de Heilige Geest deze hulp vanuit Gods hand, Gods hemel voor ons op dit moment om ons bij te staan en ons inzicht te kunnen geven om het woord van God beter in ons laten zinken en ook vlees worden. Nou, de eerste lezing komt uit het boek Ecclesiasticus, hoofdstuk 36. Erbarm u over ons, o Heer, God van alle dingen, en zie nu. Zoals hij u voor de ogen der volkeren in ons als de Heilige getoond hebt, toon zo voor onze ogen uw grootheid in hen. Laat zij u kennen, zoals ook wij u kennen. Verhaast het einde, de tijd van uw komst. Wees uw besluit indachtig en laat men uw grote daden verhalen. Laat hem die tracht te ontkomen door uw vurige toorn verteerd worden. En mogen zij die uw volk kwaad doen, hun ondergang vinden. Verbrijzel de hoofden van de aanvoerders der vijanden, die zeggen, er bestaat niets buiten ons. Verzamel alle stammen van Jacob en heb u het erfdeel als van ouds. Erbarm u over het volk, o Heer, dat naar uw naam genoemd is, over Israël, dat hij hebt gelijkgesteld met een eerstgeborene. Ontferm u over de staat van uw heiligdom, over Jeruzalem, de plaats van uw rust. Vervul Sion met de faam van uw deugden en uw volk met uw heerlijkheid. Getuig voor hen die van het begin af uw schepselen waren en vervul de profetieën die in uw naam zijn uitgesproken. Dan het is een mooi gebed en in de Bijbel als wij weglopen zien wij voor deze passage in titel gebed om bevrijding en herstelling. En dat gebed hier voor ons van de eerste lezing is een voorbeeld voor ons. Om ons echt aan te moedigen om te komen tot de Heer en vragen wat wij nodig hebben. Het is in genade, het is ook in daad van wijsheid. De wijsheid is onze gebrekingen kennen en aanvaarden en niet stoppen in hen. Maar wel vanuit Gods genade proberen oversteken, vooruit gaan. Met deze zekerheid dat onze zwakheid wel daar is, maar niet het eindepunt is. En hier zien wij met dit gebed een voorbeeld in. We kunnen vanuit Gods woord leren bidden, leren onze innerlijk omstandigheden uitdrukken voor de Heer. Het is heel belangrijk zodat wij vrede kunnen vinden, zodat wij verlossing en bevrijding kunnen vinden. Want vanaf het moment dat wij dat voor onszelf behouden, zijn wij onvrij en worden wij gevangen van onszelf. En verder in dit gebed zien wij een tweede deel waarin meer wordt gevraagd in de zin van imperatief. Verzamel alle stammen, erbarm u. De volgende. Vervul Sion met de faam. Getuig voor hen. Dat zijn werkwoorden in vervoegingsvorm. Die vraagt aan de Heer iets met duidelijkheid. En het is in
teken hier van het vertrouwen. We kunnen maar tot hier komen vanuit het besef van onze gebreken en het vragen als wij ook vertrouwen hebben. Dan in deze heel kleine passage kregen we een voorbeeld van inderdaad van wijsheid en vertrouwen. Dat is zich toe te vertrouwen aan de Heer. Met groot besef van wat we nodig hebben, maar met een grote vertrouwen dat de Heer ons gaat helpen en kan helpen. Het is een aanmoediging, vooral in deze periode waarin wij soms moeilijkheden kunnen beleven met deze pandemie, om niet te stoppen in deze moeilijkheden, maar onze geloof te laten ontplooien, ontwikkelen met dit soort van gebed, met het vertrouwen in God die versterkt wordt. Daarna bij de Psalm 147, gaan wij zien en dieper beleven door Gods lof en weer naar de hoop. Dat is een heel mooi psalm. Lof nu de Heer Jeruzalem, Sion, verheerlijk uw God, want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld, uw zonen gezegend binnen uw muur. Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen en voedt u met touwenbloem. Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rijpt zich zijn woord. Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël. Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. In ander maakt hij zijn wegen bekend. Dan het is een psalm die voor ons echt een voorbeeld heeft van een reden, een altijd durend reden om God te loven. Dat is de zekerheid dat het woord van God gaat doen wat het belooft. Dus deze vers zegt, hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord. Het woord van de Heer, die uitgezonden wordt wanneer in profetie, wanneer in belofte wordt, vanuit Gods hart aan ons toevertrouwd, dat wordt werkelijkheid. En dat is een bron van hoop om God te blijven loven, ook als wij het nog niet ontvangen hebben of niet zien. Soms hebben we al ontvangen, maar zien we nog niet. Dan het is een genade die we kunnen aan God vragen om hem te blijven loven als een daad van hoop. Wij zien dan drie daden in deze eerste lezing psalm. In daden van wijsheid, in daden van vertrouwen en in daden van hoop. Dat zijn drie daden die ook horen bij het gebed, bij het christelijk leven in de standvastigheid. En deze boeken van Ecclesiasticus kan voor ons ook tips geven om dieper ons gebedsleven te beleven met de Heer en dieper te gaan in deze ontmoeting met hem. En nu bij het evangelie, dat lijkt dat we helemaal naar een andere richting gaan, maar toch niet. We hebben een concreet voorbeeld van onze zwakheid als mens, maar ook van een grote nood van onze menselijk wezen om het geluk te vinden, om de vervulling van ons leven te vinden. Dat is onszelf geven. Laten we dan luisteren Marcus 10. In die tijd trokken de leerlingen voort op weg naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen uit. Zij waren ontdaan en ook die hem volgden waren bevreesd. Hij nam opnieuw de 12 terzijde en begon hun te spreken over wat hem zouden overkomen. We gaan nu naar Jeruzalem, waar de mensenzoon aan de hoge priesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Zij zullen hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren. Zij zullen hem bespotten en bespuwen, hem gijzelen en doden, maar 3 dagen later zal hij verrijzen. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar hem toe en zeiden, Meester, wij willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Hij antwoordde hun, wat wil hij dan dat ik voor u doe? Zij zeiden, heeft dat
in uw glorie, een van ons aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand mogen zitten. Maar Jezus zei hun: Hij weet niet wat hij vraagt. Zijt hij in staat de beker te drinken die ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee ik gedoopt word? Zij antwoordde hem: Ja, dat kunnen wij. Inderdaad gaf Jezus toe: De beker die ik drink, zult hij drinken. En met het doopsel waarmee ik gedoopt word, zult hij gedoopt worden. Maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkregen voor wie dit is bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden ze kwaad op Jacobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: Hij weet dat zij die als heersers der volkeren helden hem met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven, als losprijs voor velen. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan dit verhaal in het evangelie, dat is een ongelofelijk verhaal. Als wij echt een beetje ons plaatsen in dit context, dat bleek dat de leerlingen, en vooral Jacobus en Johannes, niets snapten. Jezus was juist het vertellen over een echte lijden dat hij zou ondergaan en meemaken. En ze kwamen iets vragen voor hem, voor zichzelf. En deze vraag is centraal. Het is zoals een brug in dit evangelie. Meester, wij willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Het is een manier van vragen, van tot God komen, vol van zichzelf. En het is voor ons in deze vraag, in dit evangelie, uit te nodigen om even stil te staan. Hoe stellen wij onze vragen tegen God? Met welke bedoeling, met welke benadering, met welke zicht, ook voor de anderen? Wat ga ik vragen? Is dat alleen voor mij? Of vraag ik met inzicht op de anderen, om de anderen te helpen, met ook om God te behagen? Het is zoals de zin die in het compendium onderaan staat, zegt: deze vraag van de leerlingen is vol van individualisme, een overheersend individualisme. En wij zien hier een uitnodiging voor ons om even na te denken: hoe stel ik mijn vragen tot de Heer? Het is een heel andere stijl dan in de eerste lezing, met een gebed die duft wel, maar die toch vol van vertrouwen en nederigheid is. En hier was een beetje blind, met hoogmoed, met een beetje willen voor zichzelf. En soms kunnen we dat onwetend doen, zonder te beseffen. Het is dan een oproep om vanuit dit voorbeeld onze ogen open te stellen en zien dat wat Jezus op het einde zegt: de mensenzoon is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven geven als losprijs voor velen. Het is voor ons een uitnodiging om het voorbeeld van Jezus te volgen. En dat vraagt altijd opoffering. Dat vraagt vaak dat wij ons eigen belangen achterlaten of niet zo belangrijk laten, maar wel in evenwicht zoeken, zodat de anderen ook kansen kunnen hebben, zodat de anderen ook kunnen iets ontvangen, niet alleen wij. Het is voor ons, deze 3 lezingen, een grote uitnodiging om tot God te komen, om te vragen en ook aandachtig te zijn voor hoe wij het vragen. Wat willen wij echt aan God vragen en hoe kunnen wij ook door in nederige en vertrouwvolle manier God benaderen, niet alleen voor ons, maar ook voor de andere mensen. En dat brengt zeker de genade van de Heer voor ons en voor alle mensen die het nodig hebben in de wereld. Vragen wij
deze genade van gebed, woven wijsheid, vertrouwen, hoop door de voorspraak van onze moeder, de Maagd Maria. Lieve Groot Maria, woven genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en God zegen u. Beste vrienden, u hebben in deze pastijd vaak van mij gehoord dat het tijd is om te getuigen. En het wordt ook tijd voor u en ook voor ons om wat getuigenissen beginnen te delen over de genade van het compendium in de harten. U hebben ook gehoord vaak via de video's van de Lectio Divina over onze aankomst en onze missies bij Night Fever. In ontmoeting voor jongeren en ook gelovigen die komen de Heer aanbieden en ook de Eucharistie vieren in Leuven. En graag delen wij u dit getuigenis van Joris. En hij is een jong die deze genade met de Lectio Divina is het ervaren. En wij willen graag u dat delen uit dankbaarheid en ook als een uitdrukking van een klein vers van de Bijbel in Hebreeën 4:12, die zegt: het woord van God is levend en krachtig. Het woord van God is levend en krachtig. Het is wat wij zien in zijn getuigenis. En wij delen dat vanuit deze dankbaarheid en ook om te zeggen: dank u wel voor alles dat we u doen om ons te helpen dit compendium en deze relatie met de Heer in het woord van God laten groeien en ook bestaan in de harten van vele jongeren. Dank u wel. Hallo iedereen, ik ben Joris Vermeulen. Ik ben 24 jaar oud en ik heb een boodschap voor jullie. Ik ben de gemeenschapsvader van het woord heel dankbaar voor het compendium dat ik van hun heb ontvangen op een aanbiddingswaken in Leuven, Night Fever. Het heeft mij vooral heel hard geholpen om dagelijks met het evangelie bezig te zijn en door effectief dingen te gaan opschrijven, er nog dieper in te duiken. Sinds dat ik het compendium heb ontvangen, ben ik er elke dag mee bezig geweest. En het heeft voor mij een paar dingen naar boven gebracht waar dat ik vroeger nog niet zo hard had bij stilgestaan. Vooral in de paastijd was het voor mij echt een hele goede bijdrage. Daarom ben ik echt heel dankbaar dat het bestaat en dat ik het heb mogen ontvangen. Dus dank je wel.